De website Suriname Travel moet het nationaal en internationaal publiek bewust maken van het toerisme per district. Dit zei Robin Buddha, directeur toerisme, gisteren na de launch van de website in de bankethal van Hotel Torarica. De website heeft volgens de functionaris verschillende functies. Eigenlijk bewust maken van wat Suriname te bieden heeft op het gebied van natuur, cultuur, erfgoed en evenementen. Deze website is geordend. Het is per district en het is met location, Google location. En je kan landen, je kan 360's doen. Dus het is een heel moderne website met heel veel informatie dat naast een marketingdoelen ook gebruikt kan worden voor communicatie, maar ook gebruikt worden voor educatieve doeleinden. Want hoe vaak horen we niet dat we ons eigen land niet goed kennen? Buddha wijst erop hoe vaak gezegd wordt dat Surinamers hun eigen land niet goed kennen. Met de komst van deze webpagina kan iedereen informatie betrekken over bekende toeristische plekken. En dit is nog niet alles. Dit is de eerste aanzet. En na de launch, dan kunnen bedrijven zich aanmelden. Kunnen mensen informatie aandienen. En dan gaan wij dat allemaal opnemen. Het ligt in de bedoeling dat met Google Location de bedrijven in beeld komen. En dan heb je dan die doorschakeling. Dus dat bedrijf moet een eigen website hebben. Of tenminste de contactgegevens hebben. Zodat er doorgeschakeld kan worden. Het is ook heel modern waarbij je ook de bedrijven die geregistreerd zijn bij Google Location. Het doet er niet toe waar je bent. Als je op die website klikt van je bent hier en je wil naar bijvoorbeeld Coffeebox, wordt de route ook voor jou uitgestippeld. Buddha zegt dat de website beheerd wordt door het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme en een externe deskundige. En iedere die met een smartphone kan werken, zal zijn weg vinden op de site. Het ministerie staat open voor commentaar en tips, aldus de TCT-directeur.